Komende zondag treft Charon Cherry met Cambuur Leeuwarden een tegenstander waar hij een verleden heeft. In het seizoen 2008-2009 speelde Cherry 15 wedstrijden voor de club uit de hoofdstad van Friesland. Op mijn 19e volgens mij heb ik daar een halfjaartje gespeeld. Een mooie club en leuk om tegen te spelen. Ja. Ja, jij werd toen uitgeleend aan Cambuur. Waarom was dat toen? Ja, ik speelde toen bij FC Twente en toen speelde ik zeg maar de eerste en tweede. Dus voor mij leek het beter om een halfjaartje verhuurd te worden om lekker in het stadion te spelen. En op dat moment speelden ze nog eerste divisie. Maar ik heb een leuke tijd gehad. Dan. In augustus van het vorig jaar had Cherry een minder leuke tijd in Leeuwarden. FC Groningen werd ondersteboven gelopen door de promovenders en verloor met 4-1. Komende zondag wil Cambuur die tegenvallende prestatie rechtzetten in Euroborg. Ja, wij weten sowieso dat het beter moet dan de afgelopen keer. Want toen speelden we echt slecht en zij speelden goed. Maar we weten wat hun sterke punten zijn. En, ja, we hebben de laatste tijd spelen wat beter. En, we moeten gewoon de lijn doortrekken dat we zeker zondag gaan winnen. Want dat is ook heel belangrijk voor ons. Wie de huidige statistieken erop naleest, ziet dat Cambuur in uitwedstrijden dit seizoen nog maar 4 punten heeft behaald. Cambuur is daarmee van alle eredivisieploegen de slechtst presterende buitenshuis. Ja, ik denk misschien ook dat ze goed kunnen voetballen op hun kunstgras. En, ik weet niet precies wat er aan de hand is als ze uitspelen, maar wij moeten gewoon zorgen dat de 3 punten thuis blijven. En, dat is het belangrijkste. Zondag gaat FC Groningen mogelijk beginnen met Gennaro Zeefuik als spits. Dat betekent dat Cherry tegen Cambuur zal starten vanaf de rechterkant. Maar of het nou vanaf de zijkant is of achter de spits op 10, Cherry kan op beide posities goed uit de voeten. Ik heb gewoon mijn vrije rol aan de zijkant en als ik rechts speel of ik speel op 10 is het op zich geen probleem. Want ik zwerf sowieso naar binnen en ik heb echt mijn vrijheid wat ik wil doen. Alleen verdedigende taken weet ik wel wat ik moet uitvoeren, dat is het. Want tegen Go Eagles had je ook zo'n rol, dat pakte goed uit. Ja precies en dat is wat de trainer ook tegen mij zegt. Ik probeer veel naar binnen, veel buitenom, doe gewoon lekker je ding zeg maar. En vanuit daar gewoon doorvoetballen en dat is wel lekker. FC Groningen zal er alles aan doen om zondag om 2:30 in Euroborg goed geprepareerd aan de start te staan. Ik denk dat we weten dat we gewoon veel kwaliteit hebben en veel scorende spelers hebben. En, alleen de laatste paar weken komt het een moeilijke rijd, maar er is nog geen paniek zeg maar, in de tent. Dus we weten dat we gewoon kunnen scoren, dus dat moet zondag weer laten zien.